Uh, mevrouw de voorzitter, laten we eerlijk zijn. Het zielige excuus voor een tosti dat ons vandaag werd geserveerd was in feite een. Onsmakelijk, nat geheel, zonder enige vorm van culinaire verdiensten. Gadverdamme, wat was dat, Goorzer. En tot overmaat van ramp was er geen enkel vegetarisch alternatief beschikbaar. We verliezen steeds meer traditionele Nederlandse gerechten, zoals onze geliefde rauwe aardappelen. En dit fiasco illustreert perfect de invloed van de linkse lizardelite op onze eetcultuur. Ja.